Ik ben heel lang directeur van een bibliotheek geweest. Gelukkig staat die niet onder water. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Aalberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Bij de waterschapsverkiezingen gaan we stemmen voor 21 bestuurders die hier in het bestuur komen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In deze eerste aflevering de vraag: wie zijn deze lijsttrekkers eigenlijk? Wat boeit ze zo aan het waterschap en hoe zijn ze met het waterschap in aanraking gekomen? Mijn eerste baan was bij het waterschap. Ik had een studie milieutechniek gedaan en toen kon ik als ambtenaar bij het Hoogheemraadschap van Rijnland beginnen. Bij waterschap ben ik betrokken geraakt toen ik docent sportvisserij was bij de Sportvisacademie in Alkmaar. Ik heb biologie gestudeerd en tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over het leven in het water en hoe belangrijk dat ook is voor de mens. En daarom ben ik actief geworden bij de Partij voor de Dieren, omdat wat goed is voor de natuur uiteindelijk ook goed is voor de mens. Ik kwam met waterschap in contact eigenlijk al heel vroeg, omdat ik ooit een scriptie geschreven heb over water. Verder hou ik erg van water. Ik kom uit Noordwijk, dus de zee, ja, dat was ons thuis. Ik hou ook van zeilen, dus zeilen op de Kaag en ook later op zee. Dat bracht mij als eerste in contact. Ik ben 4 jaar geleden in het bestuur van het waterschap gekomen. Ik was toen ook lijsttrekker voor het CDA. Ik ben daarvoor gevraagd omdat ik veel gebiedskennis heb. Ik kom uit de regio en ik ben jarenlang statenlid geweest. Ik ben 24 jaar gemeenteraadslid geweest. En het waterschap is een logische aanvulling op dat werk. Toen ik klaar was met de gemeenteraad, zag ik dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor de belangrijke dingen die het waterschap doet. En daar wil ik me graag voor inzetten. Wat boeit u aan het waterschap? Als je de kraan opendraait, dan komt daar schoon water uit. Als je naar buiten loopt, heb je droge voeten. Maar Nederland ligt onder de zeespiegel. Dus daar moet wat voor gebeuren. En dat is waar het waterschap verantwoordelijk voor is. Vaak beseffen we het niet, maar in dit gebied leven we gewoon onder de zeespiegel. En zonder het waterschap was hier zee. Ik vind het waterschap een hele boeiende overheid, omdat het concreet is. Wat je hier besluit, dat zie je op redelijk korte termijn, zien inwoners dat. Zorgen wij nou dat we een beetje een fatsoenlijke wereld overdragen aan onze kinderen? En de klimaatverandering en de wateropgave die daarbij zitten, die zijn gewoon van vandaag en van morgen. Daar wil ik graag aan werken. Waarom wilt u het waterschap in? Ik heb me graag beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode, omdat ik denk dat er juist ook in de komende periode ontzettend veel moet gebeuren. En Nederland is aan het veranderen. Het belang van water wordt steeds groter. Omdat ik de afgelopen jaren gewoon heel veel geleerd heb, heel veel kennis heb opgedaan. Ik hou ook erg van het bestuurlijke. En toen dacht ik van nou, weet je, wil je ook dingen afmaken? En vooral waterschap is natuurlijk, zijn toch onderwerpen op de lange termijn. Dus vandaar dat ik heel graag nog een periode verder wil. Ik wil het doen. Ik heb het gevoel dat ik iets moet doen en dat ik iets kan doen en dat ik iets naar beste eer en geweten kan doen. En dat is in deze rol. En dan mag de geschiedenis beoordelen of ik het goed gedaan heb.